Dit was onze grote wens. Er lopen 7 miljard mensen rond op aarde, maar er is maar één die zoiets kan. En die ene heet Epke Zonderland. Nou ja, dat is natuurlijk de voorzitter van NS1SF. En als hij dan zoiets zei van, dit was onze grootste wens, dus dat soort dingen. We zijn trots en ja, inderdaad dat hij aan jou houdt van hoe bijzonder het is. Dat is die waardering van Stan Iemand, dat is natuurlijk wel bijzonder. En zoals je dat boek Gouden Epke vol mijn verhaal naar reacties van familie, journalisten, maar ook IOC-voorzitter Jacques Rogge en boegbeeld Erika Terpstra. Onvuld met tientallen foto's van de 44 seconden door in de oefening, maakt het Rogge Volkskrantenfotograaf Klaas-Jan van der Wij. Het is ongelooflijk. Als ik ernaar kijk, dan denk ik, heb ik dat echt allemaal gemaakt? Of is daar s'nachts iemand gekomen die ze er allemaal ingeplakt? Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Maar misschien de mooiste foto vind ik nog wel dat ik crack een landing heb maken. En dat ik dan volgens mij nog een beetje omheen gekomen. Dus maar dan is just die blik in mijn eigen, dus dat is echt zo fantastisch. Voor zelfs je hebt er bij zijn boek een signeersessie, maar de Gouden Epke hemzelf. En die wie het in een boekwinkel in Ljouwt. Echt zwaar maar in tot voor dadelijk nog net. Toch gaat de winkel hege verwachtings van het 104 zieken tellende boek in een oefening. Ik heb er 300 ingekocht en ik verwacht dat die allemaal weggaan in december. Ja. Beste Neeltje, veel plezier met het boek. Epke Zonderland. Ik lees het op Twitter, ze kreeg dat hij ze hier zit is zo. En ik dacht, nou, dat mag bij wijze. Ja, dit is simmer weer, het is wel mooi om te zien. Het is gebeurd als nooit, dat er in oefening inderdaad, of in een sportprestatie, alleen daarom een boek wilt maken. Dus dat is wel iets unieks. En er binnen inderdaad 16.433 exemplaren en dan is het toe. Dus ik ben benieuwd of het inderdaad helemaal teruggekeerd. Bleut de vraag hoe lang het boek nog actueel is. Moet app kan wel werken door een combinatie van fjouwer vlechtelementen.